we hebben de schroefdop, een zegen, een blessing. De kurk is weg, maar dat levert ook meteen weer een probleem op. Vooral voor de sommeliers, de wijnkenners in de restaurants, in de horeca. Die altijd de routine hadden om aan tafel te komen en dan te decapsuleren met hun kelnershefboom, gewichtig doen. Heel voorzichtig het lood eraf halen, het capsuletje eraf. De kurkentrekker erin draaien, met een delicaat gebaar de kurk eraf trekken. Het ruiken, waar ruikt de kurk? Inderdaad, meestal naar kurk, want daar is het een kurk voor. En nu was daar ineens die schroefdop van hoe laat je nou zien als goede wijnkelder, als goede sommelier, dat jij een vakman of een vakvrouw bent, dat jij weet hoe je deze kunst ook tentoon kan spreiden. Zonder kelnershefboom, zonder kurk waar je kunt ruiken. Nou, dat heb ik dan laatst gezien, hoe iemand daar toch de show mee stal. Is namelijk dat hij met een koket gebaar de schroefdop los tikte en daarna het volgende deed. En dat leverde een luid applaus op van een volle zaal. En dat krijg je niet vaak als je een kurk uit een fles trekt. Wil je nog meer inspirerende, lekkermakende of dorstlessende filmpjes zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in op onze nieuwsbrief.